Welkom bij Way of Living, waarin we de hele wereld afreizen op zoek naar andere manieren van wonen, leven en verblijven. Deze week is Sanne diep de Marokkaanse woestijn ingetrokken om twee Nederlanders te bezoeken die er een wel heel bijzondere manier van wonen hebben gevonden. Stel dat je van je hobby je werk kan maken. Ideaal. En dat je daardoor slechts 3 keer 3 weken per jaar in Nederland bent. Dat klinkt niet verkeerd, toch? Dit is het geval bij Hans en Nancy. En zij hebben mij uitgenodigd om een paar dagen mee rond te reizen met hun woning hier in de Sahara. Bijna het hele jaar met je expeditietruck en een groep campers door 's werelds meest avontuurlijke en onherbergzame landschappen trekken en op plaatsen komen waar anderen alleen maar van dromen. 13 campers moeten hier langs, dus dat duurt wel eventjes voordat iedereen er doorheen is. Maar goede begeleiding. Deze camperreis die wij nu doen, waar ik ben aangesloten, dat heet Beleef Marokko Puur. Klopt. Maar hoe ziet zo'n reis dan vanaf het begin tot het eind eruit? Nou, mensen krijgen een schriftelijke voorbereiding waarbij ze weten waar ze moeten denken, hoe het voertuig voorbereid moet worden om goed aan zijn reis deel te kunnen nemen. En mensen starten met hun eigen camper in Nederland en rijden naar het startpunt. Het startpunt van deze reis is in Motriel. We starten ook op het strand, we staan niet op een camping. We staan natuurlijk zoveel mogelijk in de vrije natuur. Ja, dat is eigenlijk ook het ultieme genot van een camperaar. Absoluut. En hoe lang duurt deze hele reis? Deze reis vanaf startpunt tot eindpunt terug in Spanje duurt 7 weken. Ja, want het Expedition Far East die organiseert dus ook andere reizen. Ja, absoluut. Daar is eigenlijk ook ons bedrijf door ontstaan. Door een reis die we ooit naar Azië hebben gemaakt. En we bieden dus een overlandreis aan door 12 landen. Waarbij we door China en zelfs door Tibet reizen. We komen over passen van meer dan 5000 meter. Dat is echt geweldig. Dat is echt waanzinnig. Wat een leven heb jij. Ja. En is het nou zo, welke reis je wereldwijd ook maakt, dat jullie continu gedurende bijvoorbeeld deze 7 weken bij elkaar blijven? Nee. Mensen kunnen overdag doen en laten wat ze willen. Ja. En stel dat iemand zegt van, goh, jullie gaan morgen daar naartoe, maar mijn interesse ligt eigenlijk daar en dat heb ik 2 of 3 dagen voor nodig. Dan kan iemand even uit de rij stappen, rijdt zijn eigen route en komt weer bij de groep op de afgesproken plek. Je zegt, er is genoeg te doen overdag. Wat heb je voor mij in petto? Als je in Marokko bent, dan is het natuurlijk waanzinnig om ook een keer op een dromedaars te zitten, op een kameel. Serieus? We hebben daar een hele mooie plek voor uitgezocht. En we zorgen dat we op een heel mooi uitzichtpunt komen, bovenop de Rode Duinen. Dit heb ik nog nooit gedaan. Dit stond op mijn bucketlist. Ah ja, die bucketlist van je, ja. Die was toch eindeloos, Sanne? Maar dit is inderdaad iets wat je gedaan moet hebben in je leven. Hier, midden in de Sahara. Zometeen meer vanuit de Marokkaanse woestijn, want Sanne gaat er op een heel bijzondere plek overnachten. Ik heb hier geen woorden voor. Dit is zo immens mooi en bijzonder. Sanne is op pad met de camperaars van Expedition Far East die dwars door de Sahara trekken. We zijn beland in Merzouga aan de oostgrens met Algerije. Ben je in Marokko, dan moet je uiteraard naar de bazaar. En ben je Sanne, dan moet er geshopt worden. Met een camper op reis dwars door landen als Marokko eist niet alleen een uitmuntende voorbereiding. Goede begeleiding, zoals die van Hans en Nancy, is een must. Daardoor kom je ook op speciale plekken waar je normaliter nooit met een camper overnacht. En het rijden in konvooi, zoals hier, wordt overigens alleen gedaan om van verhard naar onverhard terrein te komen. Zo! Wauw! Hier verblijven we dus gewoon vannacht. Zo, Nancy. Dit is toch geweldig? Ja, geniet hè? Zo'n lekker uitzicht, unieke plek. Eigenlijk kan je wel zeggen dat dit een uit de hand gelopen hobby is, toch? Maar dan in positieve zin. Zo is het wel begonnen natuurlijk. We zijn echt als hobby gaan reizen, steeds langer, verder. Steeds uitdagender, tot de vraag ontstond van mensen van, nou, kunnen we niet met jullie mee? Want jullie komen zo mooie plekken, kunnen we dan met de camper naartoe? Ja hoor, dat kan wel. Gaat het nou nooit vervelen, denk je, een huis op 4 wielen? Nou, tot nu toe niet. Maar wie weet, het kan natuurlijk. Nou, dan stoppen we ermee. Maar de bestemmingen zijn zo gevarieerd, zo leuk, zo afwisselend. Ja. Zulke mooie landschappen. Jullie hebben zoveel plekken al in de wereld gezien. Wat is nou voor jou het ultieme gevoel van Way of Living? Nou, dit hè. Dus op zulke plekken overnachten. Blijven, dat je niet nog in de geciviliseerde wereld blijft. Juist genieten van de natuur, de panorama's. En je hebt alles bij je. Je hele huis, alles. Lekker slapen onder de sterren. Voor nu zijn we dik tevreden en vinden we dit echt wel de goede way of living. Ja, nou ik doe er helemaal mee. Ik wil graag met je proosten. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Leuk dat je erbij bent. Mooi, samen genieten, toch? Dat gaan we zeker doen.
Wauw, wat een super dag heb ik vandaag gehad met Hans en Nancy. Heel stuk meegereisd met de camper. We zitten nu bij Taoust, dat ligt tegen de grens van Algerije aan. Nou ja, en kijk even, de campers staan opgesteld en hier blijf ik vannacht ook. Ik slaap niet in de camper, maar ik slaap in de tent. Nou, vind ik ook wel heel bijzonder. Wil je meer informatie? Ga naar onze website wayofliving.tv en vergeet ons niet te liken of volgen op onze social media kanalen. Dikke kus vanuit Marokko! Zo'n expeditionele en avontuurlijke camperreis brengt je uiteraard verder en dieper de woestijn in dan een conventionele reis. Het zal, zoals Sanne al beaamde, een indruk op je achterlaten die je niet snel zult vergeten.